deze kijkt. Vandaag is de tandarts er voor Contessa. De tandarts Sanne gaat Contessa behandelen omdat dat één keer per jaar moet gebeuren. Dus daarbij nemen we jullie mee vandaag. En aan de bovenkant zijn. Ja. Ik wil echt lang geleden. Hoe dat? Oh, de bovenkant. De bovenkant is ook echt zo. Voor de bovenkant. Ja. Ja. Wil je er vast houden? Jongens, zo'n hoofd, paardenhoofd is echt zo zwaar. Dat verwacht jij echt niet, hè, Murf? Nee. Oh, jongens, paardenmond van binnen. Oh, kijk dan. Nou, mag ik zeggen. En dan een kastje met allemaal verschillende borstels en zo. Hij is echt hoog. Ja. Heel anders. Ja. Nou, dat is echt anders. Ja. Laat maar. Dan kunnen wij dat vast ook. Nou, het, hoe heet dat? Het gebitding is uit. En nu gaat ze het nog even bijveilen, denk ik. Ze lieten de keuze open eigenlijk. Nu vel je de voortanden ook zo bij? Ja, dat heb ik ook wel gedaan. Omdat ja. Ik kan me eigenlijk voelen dat het fijn is. Mag die naar de voorgaan nog even in de Oké, okay, nou testen, kiezen zijn nu gedaan en nu gaat ze de voorkant doen. En ik zal zeggen dat het echt keischerp was. Ik denk, ja, weet je, als je dan alleen een Ik vind het niet zo grappig. Ja, maar dat ze dat nu 12 van mijn zou. Dat is speciaal voor een jongen. Dit is de meisje. Ja. Even tandsteen weghalen. Oeps, Snapchat.
maken zijn met de nieuwe serie Family Tour. Dus gaan we op zoek bij allemaal. Vind je dat leuk? Bunny! Nou, de tandarts is dus net geweest en Tessa had echt hele scherpe randen en ze is denk ik een jaar of zo geleden geweest. En jongens, leer uit deze les. Tess is dus gewoon echt heel stug te rijden de laatste tijd en dat het dus echt wel gewoon super belangrijk is om je paard echt 1 of 2 keer per jaar naar de tandarts te doen. En nou vind ik aanstaande Landman echt een hele fijne, dus hè, wil je nou hier in de buurt, dan zoek je een tandarts. Zou ik echt zeker Sanna Landman even een berichtje sturen. Ik zal haar e-mailadres wel in de beschrijving zetten. En Tess is nu even aan het na-chillen, want die mag 2 uur niet eten. Dus die heb ik even vast moeten zetten. Als je ziet, is ze echt sick onrustig en wil ze echt naar buiten. Maar ze mag nog niet, omdat alle scherpe randen er nu af zijn. Ja, en wat dus ook wel bevestigd werd, is dat Tess op links helemaal vast zit. En hierboven heeft ze ook zeg maar echt een plek. En dat komt dus ook door de kaak, omdat haar de tanden heel erg scherp waren en ze dus daar continu druk op krijgt. En dat is ook omdat ze het continu ophangt, hè? Wat ik jullie wel eens verteld heb. Dus ook daarmee heeft het te maken, dus binnenkort komt er ook weer een osteopaat bij. En verder mag ze dus gewoon van de week weer lekker gereden worden en ik ben heel benieuwd hoe het dan gaat. Yo! Nou, Tessje mag weer op de wei. We hebben net nog het een en ander gefilmd voor een andere video en dan gaat ze nu lekker de wei op. En hopen dat ze straks weer fijn te rijden is en dat ze voor haar natuurlijk, pony wil hoor. Dat ze straks natuurlijk ook weer gewoon lekker fijn kan eten, zeg maar. Zonder al die rare haken en zo. Dus pony gaat de wei op. Welkom in het leven van Nienke Asbroek. Ze heeft nou net haar paard in de wei gezet. Haar paard heet Contessa. Daar komt Nienke Asbroek aan. Let op, daar komt ze. Ze heeft een shirt met beach. Wat? Ja. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zie jullie weer de volgende keer. Doeg. Doei.